Komt hij naar beneden? Ja. Dan ga ik omhoog. Oh my god, oh my god, oh my god, ik red het! Oh my god! Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe video, namelijk bij Witch Wars. Wij gaan even wat mensen... Oh, wait, Joris en iedereen wil graag alle blood tokens en ik ga in het gaatje eerst. Woo! Lekker, oh, verkeerde kant. Lekker hoor, Wouter. Lekker. En terwijl je hier staat, kan je meteen eventjes het geluid wat zacht zetten, want die staat ontzettend hard. Dat is helemaal niet de bedoeling. Guys, ik hoop dat jullie zin hebben in een nieuwe video. Is dat zo? Hey, knal eens even de duimpje in mijn huis. Man, dat zou mij super blij maken en ik weet zeker dat jullie dan vandaag de hele dag geluk krijgen. Echt waar. Echt. Even kijken. We hebben onze spulletjes. Ik ga even wachten tot we naar midden kunnen, want ja, het is best wel risky, gezien we met veel teams zijn. En dat het midden natuurlijk ook niet het allergrootste is. Ik pak nog even 3 of 2. Maken we daar nog even wat armor van. Zo, want die hadden we niet. En die hadden we niet. En dan pakken we nu nog even wat eten. Oh, too slow, Johnny. Money. Oké, zo. Nog 2. Nog 1. Allee, let's go. We pakken wat te eten. Lekker kippie kippie. En dan pak ik... meer kip en oh my god, is er iemand op mid? Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Want mijn team is blij met mij. Tenminste, dat hoop ik maar. Yo, teammate. Yo, andere geen teammate. Uh-oh, uh-oh. Ik kom je helpen. Nice. Die is dood. Hups, oké, dat is 1. Dat is als het goed is wel 2. Of niet? Ah, oh, net niet. Oké, daar is blauw, mijn team. Mijn teampje! Kijk, ik zorg gewoon dat mijn team de gems krijgt. Voor de rest vind ik het allemaal prima. Goodbye, my lover! Bye, my friend. Ik laat hem lekker branden. Want hij heeft een stone sword. Dus daar moet ik wel echt een beetje voor oppassen. Hups, oké, maar ik heb hem neer. En hem heb ik nu ook. Dan pak ik deze. Eet ik snel wat. En dan pak ik hem nog even hier. Zo, lekker hoor. Dan pakken we dit nog even. Is hij niet dood? Oh jawel. Gelukkig maar. Damn jongens, dit gaat best goed. Ik domineer gewoon met een gouden soort. Alleen hij is wel bijna kapot, dus daar moet ik een beetje op letten. Ik wacht nog even 1 ding. Denk ik. Toch? Ja. Kijk, daar komt groen aan. Ik ga er nu vandoor. Oeh, daar viel ik echt bijna naar beneden. Let's do it. Oh, hij vloog een beetje laag. Ik hoop dat hij het redt. Laten wij ook eens dingen gaan kopen. Dude, duw me eens niet zo weg, man. Man, Emily. Niet doen, dat is echt stout. Je bent echt stout. Alright, Elytra. Ja, ja. En een soortje erbij. En, oh, dan moet ik die inleveren. En dan zijn we aardig goed op weg, denk ik zo. Pak deze gewoon voor die. Hupsakee. Pak hier nog even wat. Nog even wat eten mee. Hopse kaas. En dan zit het op zich wel goed. Ja, kijk, er komt wel iemand naar ons toe. Maar die is dood. Lekker team! Goed dat ze een beetje opletten, dat waardeer ik wel. En nu pakken we nog even wat, wat blokjes. En dan kunnen we gaan, denk ik. Want blokjes zijn altijd handig. Anders sta je op een gegeven moment sta je ergens en heb je geen blokjes en heb je helemaal niets aan. Right. Let's do it. Pak deze. Oké, er is niemand op ons eiland. Dat is niet heel handig, maar we gokken het er maar op.
Oh, zag die turnaround. Bye bye. Alright. Oh, daar zit iemand. Ja, vriend. Pas maar op. Bye bye. Ja, ik heb dus geen... Dat is dus het enige nadeel hier aan. Ik heb geen... Hoe heet dat? Geen pickaxe. Hij is er weer. Oh my god, dat was niet handig. Waarom komt hij daar terug heen? Dat snap ik echt niet. Of wilde hij puur mij gewoon pakken? Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Maakt niet uit, we gaan gewoon... Hi. We gaan gewoon nog even een mid pakken, daar nog even wat spulletjes. Let's do it. Hupsakee. 4 broken shards. Uh-oh, iemand is op onze witch. Ik kan er niet meer bij komen. Ja, ik kan er niet meer bij komen. Maar waarom vermoordt hij dan niet die van groen? Dat snap ik dan niet. Of is het gewoon heavy focus omdat hij weet dat ik het ben? Waarschijnlijk wel, maar dat maakt niet uit. We rennen het wel. Let's do it. Even kijken. Iedereen zijn witch is dood. Dat is op zich wel weer goed. Ja, ik heb alleen echt helemaal niets bij me. Zit hier een trappetje ergens? Nee. Oh, ik ga wel even naar geel. Als ik niet word gevolgd. Oké, ik word niet gevolgd. Dus ik kan even rustig naar geel. Let's go. Oh shit, ik kan even niet rustig naar geel. Komt hij naar beneden? Ja. Ga ik omhoog? Oh my god, oh my god, oh my god, ik red het! Oh my god! Hij gaat redden! Oh, dit was nice. Au, nee! Shit. Ik ga eraf! Oh shit. Oh shit. Gewoon rennen, Wouter. Ja, je kan niet meer rennen. Oké, dat begrijp ik. Dat begrijp ik, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Oh, shit, ik kon niet meer rennen. Ik kon niet meer rennen. My god, vandaar dat ik viel. Auw, alright guys, we gaan gewoon nog eentje doen, want ik vind het wel echt super lachen. En we zijn bij potje 2 aangekomen. We gaan er weer snoeihard tegenaan. Hopelijk hebben we iets meer geluk deze game. Mag best. Al ben ik nog steeds echt super blij met die ene move dat ik alsnog wegkwam, dat hij naar beneden kwam. Dat was wel echt super chill. Ik ga gewoon naar beneden, want niemand gaat ooit naar beneden. Ik pak altijd hier. Woep. Dan ga ik wel even verder naar beneden. Zo. En dan pakken wij hier lekker alle blood tokens. En, wat de heck, ik heb een button? Hoe kom ik aan een button? Oké, nou die plaats ik hier wel gewoon. Super random. What the heck. Even kijken, we hebben nu dus een stone sword. Ik ben voor een andere kit gegaan, Wingman. Je kan die kits levelen door middel van coins te halen en door mensen dus te vermoorden en daarmee kits te kopen. Op het moment is het ook nog mogelijk om met 30% korting in rank te halen. Mocht je dat nou willen, ga even naar dodecraft.nl. Het is nog maar 2 dagen dat je dat kan halen met 30%. Dus dat scheelt wel heel veel, want ook heel veel mensen vroegen, als ik nu een aantal keer een rank haal, ja, spaart zich dat dan op? Kan ik nu dan bijvoorbeeld, als ik het 3 keer koop, heb ik het dan voor 90 dagen? Ja, dat kan gewoon. Het telt zich gewoon allemaal bij elkaar op. Nu ga ik alvast naar het midden, denk ik. Ja, we gaan gewoon lekker een beetje YOLO spelen deze match. Daar heb ik wel zin in. Ik denk dat zij al de weg naar het midden gaan maken, dus misschien moet ik dan maar mijn geld even in iets anders steken. Bijvoorbeeld in gear. Hupsakee. 1 gear, 2 gear. En dan pakken we ook nog wat te eten. Zo. En dan pakken we ook nog een pickaxe. Oh my god, we missen 1 token. 1 token, dat is zuur. Hupsakee, trek de gear aan. 1 token. Alright. Dan gaan we even voor de pickaxe. Doen we even 20. We hebben net even iets meer efficiency. En dan pakken wij nog wat sandstone erbij. En nu zijn we er helemaal klaar voor. Lekker, ja. Oké.
Let's do it. Let's do it and do it and do it, do it, do it. Oké, wij zijn rood blijkbaar. Moet ik altijd even testen door iemand op zijn neus te mappen. Oh my god, wow! Wow, dat was niet chill. Alright, we hebben hier twee dingen. We gaan gewoon even rustig hier staan. Misschien even hierboven. Ze zijn toch allemaal boven aan het vechten. Rustig, Wouter. Nice and easy. Komt hij hierin? Oh, ik sta aan de fikkie. Hupskee. Die is neer. Woe. Alright, gaan we gewoon naar hem toe. Hupskee, die is ook neer. Let's do it. Alright, oh, hier komt er nog een. Ze zijn ook allemaal zonder gear, hè? Waarom? Zo, die hebben we ook. Alright, ja, ik ga niet risky nu over hun brug. Dan vind ik het niet waard. Come on. Hupsakee. We gaan gewoon door naar blauw. Ik weet mijn god niet waar blauw is. Oh, daar is blauw. Even wat eten nemen. Regen hem in ieder geval. En dan gaan we gewoon blauw uitschakelen, want hun witch is blijkbaar al kapot. Come on. Ik wil in ieder geval deze dude met Elytra. Oh my god, dat was zo close. Oh, dat was echt veel te close. Oké, ja, hij heeft ook wel een Elytra. Dus blauw was eigenlijk best goed bezig, maar ze zijn toch vermoord. Ik ga gewoon lekker rustig hierheen. Niet aan mijn broken shard zitten. Zo. Oh my god. Hij deed het. Hij deed het! Shit. Dat was echt slecht. Dat was slecht. Alright. Maakt niet uit. Wij hebben gewoon nog onze witch. Dus dat is al oké. Okay. Want we hebben echt flink even wat deuken in de tegenstanders gezet. Nu ga ik deze blood tokens pakken. En waarschijnlijk hieronder staat alles gewoon nog. Woe! 41. Lekker hoor. Ik ga denk dan meteen voor een stone sword. Dan heb je in ieder geval een voordeel. Dat is wel belangrijk, denk ik. En volgens mij leven al onze mensen nog. Ja, dat is wel fijn. We gaan gewoon voor stone sword. Hupsakee. Ik pak even wat leather gear erbij. Ja, leather, 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 leather. Prachtig. Ook nog mooi gezongen ook. We pakken wat eten bij. Alright. Dit ziet er op zich wel goed uit. Ik heb dus alleen even geen pickaxe, maar dat is ook niet echt mijn doel nu. Mijn doel is nu meer om in het midden wat broken shards te krijgen. Ook al is het alleen maar voor een... Oh, iemand werd even teruggezet. Auw, hij doet damage. Jeetje! Wat was dat voor... Dat leek bijna een knockback, man! Wow! Oké, er zit hier iemand onder. Oh. Wel een beetje oppassen. Voor het paarse. Het paarse. Iemand zei dat hij hier wel even de witch in de gaten houdt. Oké, okay, dat is goed. Dat is goed. Dan ga ik gewoon rustig wat dingetjes pakken. Hupsakee. Hupsakee. Ik moet weer even aan mijn gear komen. Ik moet denk ik sowieso ook even zelf wat grinden om wat meer coins te halen. Voor betere kits. Want ik heb nu maar telkens level 3 kits. En dat moet echt wel beter kunnen. Dus, we pakken deze. Geeft ze nou een heel setje? Oh, een heel setje. Yo, thanks bro. Thanks man. Alright. Dat is wat chill. Dan pak ik gewoon nog even wat eten. En dan pakken we nog even een... Dit. En dan pakken we gewoon nog even... wat blokjes. Zo. Dan zetten we hier deze neer voor iemand anders. Alright.
We gaan wat voorzichtiger spelen, jongens. In de tussentijd leeft eigenlijk alleen nog Oranje met de Witch. Dus dat is wel gunstig. En ja, het lijkt er niet op alsof Oranje een hele sterke gear heeft of zo. Zit er boven iemand? Ik vraag het me af. Oh, daar ging ik even mis. Alright, we gaan gewoon even naar boven. Hupsakee. Oh my god. En straks springt er toch iemand op mijn hoofd? Ah nee. Lol. Nice. Oh, ik zie wel iemand vliegen. Nou, ik blijf wel even hier staan. Dan haal ik gewoon even wat shards. Dat is wel chill. En het is nu gewoon rood tegen oranje. Dat is best wel grappig. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat twee teams gewoon volledig over zijn gebleven. En tegen elkaar gingen vechten. Dus ik ga gewoon... ik wacht denk ik nog... Hoe lang zal ik wachten? Oranje is bij ons. Oh, dat is minder handig. Uh-oh. Mijn bros gaan dood door oranje. Oh nee. Dat is niet handig. Ik wacht nog huf. 1-1-1-1. Yes. Alright, ik ga maar even naar blauw dan. Kijk, dat bedoel ik. Het enige wat ik nu kan doen is een counter doen op hun. Dus om zo snel mogelijk om nu shit te kopen en naar oranje te gaan. En dat is gewoon mijn heldenactie die ik kan doen vandaag. Dus dat gaan we ook gewoon doen. We gaan de beste shit pakken. Hupsakee, we pakken wings natuurlijk. We pakken een wapen. Namelijk deze. En dan pakken we ook nog wat gear erbij. Wat iron gear om precies te zijn. Als ik die kan oppakken. Zo. We doen wat deze. En we doen wel een helmet. Alright. Hier zullen we het mee moeten doen. En ja, dat is het inderdaad. Alright. Let's do it. Let's do it. We hebben alleen nog iets meer blokjes nodig. Zo. En even kijken. Dan kopen we nog even wat blokjes. Zo. Oké, nice. Ze hebben ook een kill gehad. Dat is wel super chill. En ik moet nu gewoon naar boven. Oh. Oké, ik ben de laatste rode. Ik ben de laatste. De laatste. Dit gaan wij doen. Voor het Rode Koninkrijk. Eerst, ja, ik moet eerst de witch pakken. Dat is de enige optie. Oh nee, en ik heb niet mijn iron sword. Oké, snel iron sword pakken. Alright. Nee, nee, nee. Oh my god, oh my god. Dude. Is this real life? Dat was echt... Ik stuiterde gewoon door. Oh my god. Oh. Dat was echt erg, jongens. Ja, soms moet je gewoon je best doen. Soms moet je dingen proberen die normaal te doen. Maar dit was wel echt... Dit was echt jammer. Dit had ik namelijk wel kunnen afmaken. Oh, wat is dit balen, jongens. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie het wel een leuke video vonden. Vond je het nou leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren voor meer video's. En dan zie ik jou heel graag bij de volgende video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.